Goedemorgen iedereen, welkom bij mijn YouTube kanaal. Ik ga vandaag iets heel simpels maken. En want we zijn vandaag in onze zondagse koffie. Het is vandaag Lazy Sunday. Dus ik ga vandaag frietjes maken uit de airfryer. Dus dit ga ik voor hem klaarmaken. Lekker knapperige frietjes uit de airfryer. En het zal hij straks eten met de hot wings die ik gisteren klaargemaakt heb. Die vind je trouwens terug op mijn YouTube kanaal. En misschien krijgen we ook zelfgemaakte truffelsaus. Misschien, weet ik nog niet helemaal zeker. Dus laten we gaan. Ik heb hier een aantal aardappelen. Dit zijn kruimige aardappelen. Die heb ik alvast schoongeboend en schoon gewassen zoals je het ziet. En deze ga ik zo meteen in partjes snijden. We gaan eerst in lange reepjes snijden. Ongeveer 1,5-2 centimeter. Hangt er een beetje vanaf hoe dik jij eigenlijk je patat of je friet wilt. Ik weet trouwens niet wat de echte benaming is. De ene zegt friet, de ander zegt patat. Ik hou het op patat. Dan heb je zulke reepjes. En die ga ik dan snijden in 3 stukken. Dat vind ik zelf het makkelijkst. En dan krijg je ongeveer deze grootte, zeg maar. Die leggen we even opzij. Je kan ze trouwens ook zonder schil maken, hoor. Ik maak ze met schil omdat mijn man dat gewoon wat lekkerder vindt. Ik pak een vergiet en die doe ik dan even daarin. In je ruimte. Zo ziet ze er een beetje uit. En hoe dikker je ze maakt, hè, hoe langer het natuurlijk gaat duren om ze gaar te krijgen. Dus vandaar dat ik ze zelf iets dunner doe. Maar ja, wij houden niet zo van echt dik dat. Ik heb ze allemaal gesneden zoals je ziet. En wat ik nu ga doen, ik ga ze onder koud water ga ik ze goed afspoelen. Zodat het overtollige zetmeel eraf gaat. Want dat zorgt er straks voor dat die wat knapperiger wordt. Dus dat ga ik nu even doen. Nadat ik de frietjes afgespoeld heb, of patat, noem het hoe jij het wil noemen, leg ik ze nu in een bakje met koud water. En deze laat ik dan weken, ongeveer 1/2 uur, zodat echt al het zetmeel wat erin zat, gewoon weg is. Dus ik zie jullie zo weer terug. Nou, het is al 1/2 uur geleden. Deze ga ik even uitgieten en dan kom ik zo bij jullie terug. Ik heb de aardappelpartjes afgespoeld en in een vergiet gegooid. En ik heb hier een schone theedoek voor me klaar liggen. En wat ik nu ga doen, ik ga ze nu verspreiden. En dan ga ik ze droog deppen. Je kan natuurlijk ook keukenrol nemen. Maar weet je, je moet dan een hele rol zo wat gebruiken. Is zonde, vind ik. Gebruik gewoon een theedoek en dan ga je ze gewoon even goed afdekken. Kijk zo. Afdrogen zo. Want dan zorgt ervoor als je zeg maar ze gelijk nat erin gooit in de bak. Ja, dan worden ze gewoon aangebrand. Heel donkerbruin. Tenzij je ervan houdt, hoor. Maar ik hoef geen aangebrande frietjes te hebben. Dus even goed afdeppen zo. Kijk, ze zijn al goed droog. Ik ga deze weer even afdrogen en dan ga ik die hierin doen en dan kom ik zo bij terug. Zo, ze zijn goed afgedroogd zoals je het ziet. Ik ga nu 2 eetlepels zonnebloem bijvoegen. Je kan ook eventueel olijfolie gebruiken of ander soort olie, maar ik gebruik het liefst zonnebloemolie. Even goed door elkaar mengen, dat alles goed onder de olie zit. Wat ik er nu ook alvast bij ga voegen is
zout. Je kan alle soorten zout gebruiken die je zelf maar wilt. Ik gebruik de Himalaya zout. En ook wat ik bij ga voegen voor de smaak is knoflookpoeder. Geeft het lekker zo'n knoflookachtige smaak. Het is een optie, hè? Het hoeft natuurlijk niet. Zo, goed even husselen. Ook wat ik ga bijvoegen is gedroogde chilivlokken. Dat is ongeveer een halve theelepel. En is ook optioneel hoor, het hoeft natuurlijk niet, hè. Maar wij vinden het wel lekker. Het ruikt nu al lekker. Door die knoflook ruikt hij echt heerlijk. Zo, hij is goed ondergehusseld, ondergemengd, hoe je het ook wil noemen. Ik heb de airfryer op 180 graden gezet. Deze heb ik nu ongeveer 5 minuten vol verwarmd. En ik ga hem nu op 20 minuten zetten. En dan gaan de frietjes erin. Of patat. En laten we even de airfryer. Oké, laten we even naar de patatjes kijken. We zijn trouwens al 10 minuten voorbij. Ik ga ze even husselen. Ja, ze zien er goed uit. Laat ze even verder. Oké, de patatjes zijn klaar. Laten we even kijken hoe ze eruit zien. Kijk eens hoe ze mooi lichtbruin eruit zien. Als je denkt van ja, ik wil ze eigenlijk nog donkerder hebben. Ja, dan kan je ze gewoon wat 5 minuten extra erin laten. Maar wij vinden ze zo perfect. Heerlijk. Ze zijn ook crunchy. Zoals je het hoort. Nou, ik weet niet of ik het echt goed hoort. Kijk eens hoe goed ze eruit zien. En door al die kruiden, zeg maar, dan geeft je patat net even dat extra smaakje. Natuurlijk doen we er nog even wat zout eroverheen. Ik had al wat zout toegevoegd, zodat hij in zou trekken in de aardappel zelf. Maar dan doe je natuurlijk wel even eroverheen. Kijk eens hoe dat eruit ziet. Ik ga nu even alles... Zo mensen, het bord is opgemaakt. Lekker met de juicy kippenvleugels. Heerlijk met wat mertsaus en wat knoflooksaus. Zo, mijn man gaat ze even proeven. Ik ben benieuwd hoe hij ze vindt. En? Lekker. Pittig. Lekker en pittig. Ja. Ja? Oké. Nou, geslaagd mensen. Zo mensen, wij gaan weer genieten van onze Lazy Sunday. Dit was een heerlijk receptje. Een makkelijk receptje om op een zondag of gewoon door de week lekker te maken. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan gratis op mijn YouTube kanaal. Ik heb trouwens ook TikTok. Je kan me vinden op MamaDina909, want ik post daar andere gerechtjes die ik hier niet post en andersom ook. Je mag ze ook delen, mijn filmpjes. Hartstikke leuk. Heb je vragen, heb je comments, laat het me even weten. En ik zie je weer een volgende keer. Bedankt voor het kijken. Groetjes!